Zo. Nou, zitten we er allebei lekker bij? Mooi. Nou, hartstikke leuk om je te spreken. Ik doe een kleine introductie. Nou weet ik dat jij in Stadsangs eigenlijk altijd zegt in één kernzin, ik ben bezig met bewustzijn. Maar ik heb toch even op je site gekeken. En wat ik leuk vond, het eerste wat ik zag, is dat je sinds mijn geboortejaar al Stadsangs geeft. Dat is 1998. Oh, is dat zo? Ja, dat klopt, ja. En je bent nog bezig met boeken schrijven en muziek maken. Nee, muziek maken niet meer. Ben je gestopt? Ja, in 2016 maakte ik mijn laatste homemade album. En in dat jaar voelde ik al dat het aan het opdrogen was, zeg maar. Zonder verklaring, gewoon je voelt gewoon dat dan? De energie is op. En als ik geen innerlijke noodzaak voel tot iets, of ik heb niet het gevoel dat ik in dat geval muzikaal iets te zeggen heb, dan why would you? Dus je gaat niet door omdat het maar de bedoeling is dat je doorgaat, omdat je dat dan in je leven hebt gedaan, wat veel nee, mensen wel doen. Nee, want er is geen bedoeling. Ja. En bovendien, ik heb toen dat in 2009 of 2010 weer startte, toen ik stopte met dat centrum en een tijd lang pauze nam of kreeg. Daarvoor had ik 15 of 16 jaar ook geen muziek gemaakt. Dus daar zat een enorm gat en toen kwam dat weer terug. Nou, dat duurde een jaar of 7 en toen stopte het weer. Ja. En vult dat gat zich dan op met iets anders? Nou, punt 1 van, ik voel dan nooit alsof ik iets mis. Tegelijkertijd, toen dat, nee, eigenlijk in het midden daarvan, want dat liep dus tussen 2010 en 2016 zo'n beetje. In 2013 begon ik ook weer met schrijven. Dat had ik 6 jaar ook niet gedaan. Tenminste, wel wat artikelen, maar geen boeken. Dus ja, als de energie ergens voor is, dan gebeurt dat. En als het er niet is, dan gebeurt het niet. Dan ga ik het niet zitten forceren of maken of zo. Nee, dat is een valstrikje waar je heel gefrustreerd van kan raken. Ja, nou ja, het is meer gewoon van dat mij zinloos lijkt. Ja, ja. Voordat we over de inhoud gaan hebben, zou ik heel erg benieuwd zijn. Want ik heb dat niet echt kunnen terugvinden, maar misschien heb ik dan niet genoeg in jouw boeken zo gedoken. Maar je vertelde mij in de vorige sessie die we samen hadden, van dat je eigenlijk een voor je volwassenheid ook een pleaser was. En jezelf eigenlijk aan het verraden was. En eigenlijk helemaal niet eerlijk was naar de mensen buiten je. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Nou ja, in mijn tienerjaren begon ik gewoon behoorlijk van slag te raken. En depressieverig en vooral verward en angstig. En dan varieer je vrij snel van ofwel blokkeren en allerlei dingen niet zeggen. Of proberen aardig gevonden te worden. Of juist je daartegen af te zetten. Dus dat zwalkte eigenlijk alle kanten op. Was een behoorlijke chaos. En dat zette ertoe aan dat ik op een gegeven moment, zoals we dat dan maar noemen, naar binnen ging kijken. Van ja, ik kan mijn oude lui wel de schuld geven. Of dat de wereld er zo slecht aan toe is. Of weet ik veel wat. Maar ik ben deel van dat verhaaltje. Ja. Weet je wel, dus dat weglopen en vermijden en op een gegeven moment ook wegdrinken en blowen, dat kalmeerde, omdat ik gewoon merkte dat dat niet werkte. Ik was gewoon constant, zoals ik vorige keer al tegen je zei, op de loop voor mezelf eigenlijk. Ja. Constant bij vrienden hangen of naar concerten of de kroeg of muziek maken. Maar dat is allemaal prima, maar niet als het alleen maar of hoofdzakelijk een vlucht is. En dat kreeg ik gewoon door. En wat waren dan de momenten dat je wel bij jezelf was in die periode? Of was je gewoon echt helemaal niet, weg bij jezelf? Meestal niet. Ik kon nog geen uur in mijn eentje zijn, want dan kwam die hele huis daar naar boven. Dus dan was het of iets gebruiken of snel naar je vrienden rennen. Dus op een gegeven moment kreeg ik dat door, van dat ik bijna mijn vrienden ook als een soort drug of een afleiding gebruikte. Niet dat ik niet van ze hield of om ze gaf. Maar iedere dag naar je vrienden, what the fuck is that about? Weet je wel? Dus ja, dat begon ik gewoon te zien, dat weglopen. En op een gegeven moment kwam er zo'n notie van het enige wat ik nog niet geprobeerd heb, is gewoon erbij blijven of erin duiken. Dus weglopen heb je dan geprobeerd, vluchten heb je geprobeerd, vermijden, onderdrukken, afleiding zoeken, je kwaad maken. Dat werkt allemaal niet. Dus daarom zeg ik vaak ook tegen mensen van, je kunt bedenken wat je wil, maar pas als je echt doorhebt dat jouw, laten we zeggen, strategie niet werkt, dan kan er een bereidheid ontstaan om te veranderen.
En zolang je nog denkt dat je er wel mee wegkomt, dan doe je dat niet. Want voor jou was het echt leven of dood op een gegeven moment, toch? Ja, het was behoorlijk intens, ja. Ja. Ik had zo'n hekel aan mezelf en aan... Nou ja, je denkt dan dat je een hekel aan het leven hebt, maar je hebt een hekel aan jouw leven. Weet je wel, van dat is van ja, het is buigen of barsten, zeg maar. En dat spirituele, want kom je dan, als je dan naar binnen keert, dan heb je eigenlijk, kan je weer die strategieën allemaal gaan doen, maar dan op het spirituele. Dus dan al ja, maar spirituele ik wist toen nog helemaal niks van spiritualiteit. Dus dat naar binnen gaan en dat zelfonderzoek, die termen, die kwam ik pas veel later tegen, een aantal jaren later. Maar dat was dus eigenlijk gewoon spontaan ontstaan. Of gewoon ja, door te kijken, weet ik veel. Je krijgt gewoon op een gegeven moment dingen door. Ja, geholpen door iets. Niet geholpen door iets, gewoon. Er is niks wat je helpt. Nee. Er is geen God of whatever. Dat komt door je heen. Ja, het is gewoon een menselijk vermogen om te kijken. Hè? Dat zei ik vorige keer ook van muzikaliteit is een menselijk vermogen. Nou, dat kan aangewakkerd worden of onderdrukt, obviously. Nou ja, zelfonderzoek of andere creatieve processen. Ja, dat zijn gewoon menselijke vermogens. En in sommige omstandigheden duiken die op en in andere niet. En een ander dingetje was, ja, die verwoording had ik toen niet, maar van op een gegeven moment begon ik banger te worden voor dat weglopen dan voor de gevoelens die er zaten. Want ik had, en dat zal je kennen, dat soort gevoelens, een behoorlijke hekel aan mezelf. En dus een intens gevoel van zelfafwijzing en niet goed genoeg zijn. Maar als ik begon te kijken van ja, maar als je ook constant wegrent, dan ben je ook niet goed genoeg, want je bent er eigenlijk niet. Ja. En toen begon de vrees eigenlijk groter te worden voor wat ik dan tegenwoordig noem mijn innerlijke corruptie of zelfverraad. Dan voor het eventueel afgewezen worden door een ander of nou ja, allemaal van dat soort dingen. Dus ja, je kunt, zeg ik tegenwoordig wel eens, beter bang zijn voor zelfverraad en onwaarachtigheid. Dan omdat je misschien eens een keer iemand op zijn teentjes trapt. Terwijl je ook hebt aangeleerd om dat compleet te voorkomen. Dus dat gebeurt waarschijnlijk niet eens. Maar dat... Nee, en mensen zijn over het algemeen helemaal niet zo vijandig. Nee. Weet je wel, ons ego die overdrijft dingen altijd nogal. Zo van, dat zei ik vorige keer ook, van als ik mezelf helemaal laat zien of helemaal eerlijk word, dan eindig ik in de goot en niemand houdt meer van me. Nou ja, dat is gewoon behoorlijk overdreven. Bovendien, toen ik wel me probeerde aan te passen en voldoen aan, wat me niet goed afging, obviously, toen waren er ook regelmatig mensen pissig op me. Dus ja. Maar jij zegt dus eigenlijk, we rennen allemaal weg voor die innerlijke corruptie. Nou, niet corruptie. Allemaal, maar een hoop mensen wel. Ja. We willen ongemakkelijke gevoelens vermijden. En daarom zeggen we ja als we nee voelen. En doen we allerlei dingen niet die we wel willen. En doen we allerlei dingen wel die we niet willen. Om dat ongemakkelijke gevoel van eventuele afkeuring buiten de deur te houden. En dan verkopen we dat ook nog als sociaal of compassievol of iets dergelijks. Het Ja. is gewoon een grote leugen eigenlijk. Ja, je zei ook dat het eigenlijk pleasen is egoïstisch. Ja, natuurlijk. Dat doe je voor jezelf, niet voor die ander. Ja. Je bent bang voor afkeuring, daarom doe je dat. Je doet dat voor jezelf. Maar we verkopen dat als van, ja, ik wil de ander niet kwetsen. Nee, je bent gewoon bang dat die ander boos op je wordt. Of teleurgesteld in je is. Dus je verkoopt het als sociaal, maar het is gewoon zelfzuchtig. En dan ook nog op een niet dienende manier. En uiteraard, dit is geen oproep tot onvriendelijkheid, maar tot waarachtigheid. Ja. Maar het is toch ook arrogant om eigenlijk te besluiten dat jij weet wat goed is voor een ander. Dat is ja, dat weet je ook helemaal niet. Nee. En je verkoopt dat dus nogmaals alsof je zo geïnteresseerd in die ander bent. Feitelijk ben je alleen geïnteresseerd in jezelf. Ik wil dit voorkomen, ik wil dat niet meemaken, ik wil dat niet voelen, ik wil dat die ander mij aardig vindt. Weet je, het gaat allemaal over jou. Ja. Ja, dat soort dingen begon ik door te krijgen. Van, ik schreef toen ook al heel veel dingen op. Dat deed ik sowieso omdat ik van die songteksten maakte en zo. Dus dingen opschrijven en al schrijvend erover proberen na te denken, voor zover dat gaat als je 18 of 20 bent. Weet je wel, van ja, ik wist niks. Maar je doet je best om eens wat dingen gewoon eerlijk aan te kijken. En ik denk van, Jezus, mina, man, geen wonder dat ik zo'n hekel aan mezelf heb. Want ik ben gewoon fake. Ja. Heb je voorbeelden van wat je dan tegenkomt?
Nou ja, van die dingen. He, dat iemand iets aan je vraagt en je voelt heel duidelijk dat je daar geen zin in hebt. Weet je wel, maar je zegt maar ja om je vrienden niet tegen je in het harnas te jagen. Ja. En ja, ga je mee naar de kroeg? Je hebt helemaal geen zin om naar de kroeg te gaan. Je wou een boek lezen, ik noem maar wat. Ja, nee, natuurlijk. Want anders. Ja, en heb je dan ook een overtuiging gevonden die daaronder lag? Bijvoorbeeld, ik ben niet goed genoeg en daarom ben Ja, ik niet dat waard om soort dingen. grenzen aan te Maar geven. nogmaals, ik had die termen. Ik kan het nu makkelijker uitdrukken dan toen. Ja. Weet je wel? Dus het is heel veel was ook gewoon op het niveau van gevoelssensaties, gewoon van spanning ervaren. Dus je krijgt op een gegeven moment de neiging bijvoorbeeld om ergens nee op te zeggen. En dat geeft zo'n stress. Weet je wel? Dat je daar dan maar voor buigt en dan maar ja zegt. En dan zit je daar in de kroeg of weet ik veel wat je dan ging doen. En je denkt de hele tijd: wat doe ik hier? Ah, ja. Ja, dan gooien we er maar 5 bier in, weet je wel, dan gaat het wel. Dat is weer leuk. Ja, nou, dat lijkt dan zo. En dan krijg je ook op een gegeven moment door van, wat zit ik hier te doen? En de volgende dag weer een kater, dus die dag ben je ook kwijt. Ja, en dan En ook nog ik de had dus... zelfafstraffing van, oh, zie je nou wel. Zeker op een gegeven moment toen ik begon te kijken naar dingen en wat dingen begon te lezen, dan niet zozeer spiritueel, maar meer... psychologie en sociologie en dat soort stuff en wat filosofie, had ik zoiets van, ik heb gewoon weer een avond verknoeid. Ik had dat nuttig kunnen besteden, maar ik ging weer socializen. Of weer half stoned op een gitaar zitten harken. En dan denk je op dat moment dat het heel wat is en de volgende dag luister je die tape terug en je denkt, oh my god, een gitaar stemmen was ook een goed idee geweest. Ja, beter nog. Maar wat is dan ware vriendschap voor jou? Nou, een echte vriend die zal erop uit zijn dat jij optimaal jezelf bent, ook als hem dat niet uitkomt. En die zal dus ook Precies. een eventuele schuring niet uit de weg gaan. Dus die zal bemoedigend zijn, weet je wel, en open, zodat jij jezelf kan zijn. En inclusief die stukjes en beetjes die misschien soms niet helemaal aansluiten of een beetje confronterend kunnen zijn. Weet je wel, dus ja, een welwillendheid. Ja, en ook misschien een welwillendheid om de pijn van jezelf te laten zien aan elkaar en daarmee te kunnen werken. Een openheid. Yes, absoluut, absoluut. En dus kwam je er ook vrij snel achter dat een hoop van de mensen die je vrienden noemde een soort veredelde kennissen waren. Ja, want dat wilde ik je net vragen. Hoe is die transitie geweest van hoe je er nu aan toe bent met de vrienden om je heen en wie je toen voor je had? Wat is daar veranderd? Nou, dat de meeste verdwenen. Ja. Dan bleven er een paar over die verandering konden handelen. Waarmee ik niet zeg dat ik beter was, maar gewoon als je interesse verandert in het algemeen van de club waar je in rondhangt, ja, dan heb je kans dat wat uit elkaar valt of uit elkaar groeit. Dus dat is niet per se omdat ik beter was op een of ander level. Ik zeg wel eens van als iemand, iedereen die is into voetbal en ineens gaat er een snowboarden en doet niet meer mee met voetbal, heb je kans dat clubje minder met elkaar omgaat. Maar dan is Weet het je. clubje toch al op de verkeerde waarde gebaseerd, Nee, toch? niet verkeerd. Sommige dingen die passen een tijd en dan niet meer. Dus Ja. ik wil op geen enkele manier suggereren dat er iets verkeerd aan was, alleen mijn interesse verschoof. Ja. En dus ging ik minder naar concerten, minder naar de kroeg, minder met elkaar rondhangen. Omdat ik andere dingen wilde doen en merkte dat de dingen die ik dan tegenkwam of die ik las, dat ze daar niet zo'n op een paar na interesse in hadden. Dus er waren er een stuk of drie die ook dingen begonnen te lezen. En er was er ook één bij, die was een stuk ouder dan wij. En dat was een goede kennis. Maar die studeerde filosofie en had sociologie gestudeerd. En die reikte ook boeken aan. Weet je wel, dus ja, dat vond ik fascinerend. Dat vond ik leuker dan gaan zuipen in de kroeg. Dus dan lazen we met een paar man Erich Fromm of iets van Nietzsche of whatever. En dan gingen we het daarover hebben en kijken wat er gebeurde. Weet je wel, of we dat konden vatten. Maar kreeg je ook veel kwetsuren naar je toe, omdat je die stappen maakte, of dat mensen Nee. zich aangevallen voelden, of? Ja, een paar keer, maar vrij snel heb je dan wel door gewoon van oké, je moet ook leren wanneer je iets zegt en tegen wie. Ja. En natuurlijk was ik een jonge hond, zeg maar. Dus ik vond alles heel interessant en drong me soms daar te veel in op.
En ja, ik kan me nog een goede vriend herinneren en het was mij vrij snel duidelijk dat daar een behoorlijk onverwerkt stuk in zat. Hoe gek ik ook op hem was, maar hij gaf heel duidelijk aan van dat hij geen zin had om daarover te praten. En als je dat toch doet, dan slaak je dadelijk op je neus. Ja, dat is vrij duidelijk. En ja, ik had ook zoiets van, ja, hij heeft ook gelijk ook van wie ben ik eigenlijk om hem min of meer te pushen om open te worden. Ja. Had hij helemaal geen zin in. Ja, Nee, net maar jij zo bent daarmee dat. bezig natuurlijk en dan Ja. verschuift de interesse en dan kan een Ja, relatie dus we stuk. hielden het dan gewoon bij gewoon af en toe uitgaan. En hij kon vrij goed gitaar spelen, dus dat vond ik interessant. Ja, dan hadden we het over gewoon muziek. Als een grote muziekkenner, heel veel op muzikaal niveau van hem geleerd, aangeraakt gekregen. Dan hadden we het over muziek of we maakten muziek. En Ja. dan liet ik dat gewoon verder buiten beschouwing, weet je wel. Dat is oké. Okay. Zoeken waar je nog wel verbinding kan vinden. Ja, zeker. Ja. En hoe ging het in jouw partnerrelaties? Toen je die shift ging maken van oké, ik ga niet meer voor mezelf wegrennen, ik ga voelen, ik ga eerlijk zijn, ik ga authentiek leven. Hoe ging je partners daarmee om? Volgens mij hadden die, ja, ik woonde toen helemaal in het begin samen met iemand waar ik 4 jaar mee samen gewoond. En die had daar ook wel interesse in, niet zo sterk als ik. Dus dat maakte verder niet uit. Dat ging om andere redenen over. En de moeder van mijn kinderen, dat was de tweede langdurige relatie, die had zelf behoorlijke interesse in zowel filosofie als spiritualiteit in het algemeen. Dus ja, op dat vlak maakte dat ook niet zoveel uit. Alleen de veranderingen hier die waren misschien wat radicaler. En Ja. verder, en dat zei ik vorige keer al, ik was niet zo goed in papa spelen. Er was zoveel gaande gewoon, ja, dat ik dat heel lastig vond om iedere dag daar een soort stabiele, opbouwende factor te zijn. Ik Ja. vond dat heel lastig. Je voelde je eigenlijk misschien het tegenovergestelde. Ja. Ja. Ik vond het vooral lastig, niet dat ik niet gek op ze was ook, maar ja, en dan krijg je hele andere dingen van dat je andere visie hebt, voor zover je een visie hebt over hoe je moet opvoeden enzovoort. Plus ja, wat ik al zei, van ik was aan de ene kant een beetje aan het uit elkaar vallen en iets anders was aan het tevoorschijn komen, dat is niet stabiel. En ik had toen zeker in het begin nog te vaak de neiging om te zuipen. Oh ja. En dat is voor kleine kinderen niet zo prettig. Nee, en voor je Om partner ook niet. het maar zacht te zeggen, ook niet, nee. Nee. En je hebt het over opvoeden en je visie is daarin veranderd. Wat is er dan veranderd toen Nee, dat die andere deel waren toen tevoorschijn? anders tussen de moeder van mijn kinderen en mij. Oh, ja. Die Ja. kwam uit een hele andere situatie. Iedereen die komt uit een andere situatie. En ja, als een soort tegenreactie op wat ze zelf als opvoeding had meegemaakt, gingen ze bepaalde dingen doen waarvan ik dacht van, lijkt mij niet zo handig. Ja. Plus, nou ja, goed, mijn gedrag was instabiel, dus ja, het was niet zo vertrouwenwekkend, let's say, toen ze heel klein waren in ieder geval, als dat, ja, dat was beter geweest als dat meer vertrouwenwekkend, stabiel gebeuren was geweest. Ja. Ah, hoe heb je daar vrede mee gekregen? Want je zegt Ja, het nu goed, op een hele dingen neutrale manier. die gaan zoals ze gaan. Dus dat in het begin heb je het daar gewoon heel moeilijk mee. Want je voelt aan de ene kant dat je gek op ze bent en je weet ergens wel wat ze nodig hebben of vooral wat ze niet nodig hebben. Maar ja, regelmatig neemt je eigen procesje gewoon over. En dan ben je of afwezig of geïrriteerd of ja, en gaandeweg een toenemend gevoel van dit werkt gewoon niet. Ben ik nog 17 jaar uitgehouden, Ja. En nu terugkijkend ben je wel heel blij dat het gebeurd is, denk ik. wat gebeurd is? Het naar binnen kijken, Ja, het uiteraard, vuur wat natuurlijk. aan is gegaan. Tuurlijk, tuurlijk. Ook al moet je daar ook dus dingen voor opofferen. Ja, maar dat is met alles zo. Ja. Kijk, als jij, ik noem maar wat, muziek wil maken. En je wil dat naar een beetje niveau krijgen, dan zal je daar tijd en energie aan moeten besteden. En die tijd en energie die je daaraan besteedt, kun je niet aan iets anders besteden. Nee. Want je wil dus alles kost iets. Dat is oké, okay. Dat is gewoon leven. Ja, alleen het lijkt me zo'n moeilijke keuze om dan, je hebt het Ja, gezin maar je en je hebt hebt geen dan dit keus. proces, nee, het Je hebt gebeurt. geen keus. Ik moest
dingen aankijken en onderzoeken. Ja. Weet je wel, het is niet eens zo van dat ik dat per se wilde. Dat was gewoon een innerlijke noodzaak. Ja. Net als iemand de innerlijke noodzaak kan voelen om muziek te maken of te schilderen of whatever. Weet je wel, het is niet dat Picasso wilde schilderen, hij moest schilderen. Ja. Ja, En dat herken ik ook wel. Je kan er niet omheen lopen. Voilà, op een gegeven moment Ja. gaat dat gewoon niet. En kijk, bij de meeste mensen zijn er verschillende dingen die ze belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld hun relatie of gezin, maar ook andere dingen. En daar zit altijd een spanning op. En er zit altijd sowieso een spanning op je eigenheid of je authenticiteit. En in hoeverre de sociale context een rol speelt. En je kunt niet, dat zei ik vorige keer ook, als je totaal alleen maar voor jezelf gaat, dan isoleer je je en dan word je asociaal. Weet je wel, maar als je constant alleen maar bezig bent met wat de anderen van je willen, dan kom je aan niets toe van wat van jezelf is. Dus dan geef je jezelf weg. En dat speelt in ieders leven. Ja. En Ja, daar is een veranderlijk gebeuren. Dus daar is een steeds weer bijstellen van waar het klopt, voor zover dat gaat. Maar ging je dan eerst naar het andere extreem van oké, please, hè, iedereen helemaal naar de mond en alles, en dan naar egoïstisch en nee, kom je dan naar binnen het terecht? Was veel verwaarder. Het was niet alleen maar plezen, want het was ook afzetten. Dus ik kon zo'n periode hebben dat ik dan meebewoog met wat men wilde. En dan ineens sloeg het weer een beetje om van ja, weg. Ja. Weet je wel, dus er zat een enorme frictie in. Geen van tweeën van die posities waar ik tussen heen en weer zwalkte, voelde juist. Ja, Maar ik was precies. nog niet in staat om een soort transcendent of transformerend punt te vinden waarbij die dualiteit als het ware wegvalt. Ja, oké, dus dan ben je gewoon elke keer maar gewoon aan het werk met wat er is. En ik jouw EHBO gelezen, eerste hulp bij onvolwassenheid. En dan heb je het over inzoomen en uitzoomen. En dan is het elke keer weer kijken welke tool heb ik nodig. Ja, maar dat kende ik toen nog niet. Nee, maar je deed het wel. Nou ja, probeer je, weet je wel. Maar ja. Niet gehinderd door enige kennis. Ja, precies. Nou, dat is misschien wel heel fijn. Achteraf, maar goed, zo gaan die dingen niet. Het was wel leuk geweest als iemand toen ik pak een beetje 20 was, me dit soort dingen had uitgelegd. Dat ja. had wellicht overbodige ellende gescheeld. Maar ja, ik moest het een beetje zelf uitvogelen. Maar hoe, want dat ging vast niet helemaal goed aan het begin. Nee, natuurlijk niet. Nee, dus maar wanneer kwam je erachter dit werkt? Nou ja, het was beter en interessanter dan gewoon maar meegesleept blijven worden tussen die polariteiten. Dus op een gegeven moment begin je, als je iets gaat onderzoeken, wat het ook is, gaandeweg ontdek je dingen. Ja. En dan wel met vallen en opstaan, want nogmaals, niet gehinderd door enige kennis. Dus je moet het wiel eigenlijk zelf uitvinden. En pas later begin je dan, omdat je wat toch begint te ontwikkelen, dingen tegen te komen. Boeken bijvoorbeeld of teachings, waarvan je denkt van, oké, ja, hier herken ik een aantal dingen al van. Dit klinkt als effectiever dan zoals ik het aan het proberen ben. Het is net zoiets als iemand, ja, je flikkert iemand een viool op schoot en van, ja, zoek het maar uit. Ja, oké. Okay. Ja, dat gaat een hele tijd lang verschrikkelijke teringherrie worden. Weet je wel, ja, totdat er iemand komt en die zegt van, nou oké, dan zullen we eens beginnen met hem te stemmen, dat is een goed idee. En dan beginnen we eens gewoon met één noot en kijken of we die zuiver kunnen krijgen. Laten we eens één zuivere noot spelen, dat is misschien handig. Weet je wel, en dan misschien iets uitleggen hoe een akkoord in elkaar zit, of een sequentie van noten, een toonladder, for instance. Weet je wel, en dan ga je zien van dat het veel sneller gaat ontwikkelen, want die bereidheid die is er. Weet je wel, en de interesse die is er en de motivatie die is er, alleen op een laten we zeggen technisch niveau, is er gewoon weinig kennis nog. Maar die motivatie komt toch ook wel uit beloningen, dus dat je merkt aan jezelf dat iets waar je mee loopt verdwijnt bijvoorbeeld. Ja, zeker, of dat je ineens iets begrijpt wat je niet begrijpt, of dat je ergens minder bang voor wordt. Maar je kunt je door angst tegen laten houden of zoiets hebben van, nou, ik ga het toch proberen. We zaten bijvoorbeeld in een bandje en ik was rete bang om op het podium te gaan staan. Ik was dan de zanger en ik schreef de meeste dingen. Ja, en de zin om dat live te spelen was groter dan de vrees om te falen of weet ik veel hoe je dat moet noemen.
Dus ja, ook al was er plankenkoorts, let's say, ik klom toch dat podium maar op. Ik wou dat gewoon ervaren. Daar had ik al geleerd van dat weglopen niet hielp. Van laten we het gewoon proberen. En ja, maybe it sucks. But maybe it doesn't. Well, it didn't. Nee, dus je kon er wel van genieten toen je het eenmaal deed. Ja, zeker. Ik vond het wel heel spannend. Ja. En uiteraard, zeker in het begin, dus met alles zo, van gingen er ook her en der is wel wat dingetjes mis. Maar over het algemeen was het gewoon hartstikke tof. En mensen vonden het leuk. Dus. Maar denk je dat, want dit is echt een actie, hè? Dus door echt, je ziet een angst en ik ga toch kiezen om wat die angst zegt, wil ik niet meer doen, wel te gaan doen. Dat is echt ook gedrag, dat is echt acties, maar dat is soms niet voldoende. Nee, natuurlijk niet. Dat is maar een voorbeeldje. Ja, precies. Want ik herken dat waar wel. Ik dus... Sorry. Ja. Nee, dat inderdaad voor een groep staan of dat soort dingen. Dat, al doe je dat 3, 4, 5 keer, dat betekent nog niet dat die angst weg is. Niet per se. Nee, maar het kan maar wel. Maar wat je wel leert in ieder geval is dat je ergens spanning bij kan voelen, maar dat nog geen argument is. Ja. Om het niet te doen. Ja, want ik bedoel, als je blijft weglopen voor spanning of voor angst, dan weet je één ding zeker, dan blijf je bang. Ja. En als je wel iets probeert, dan heb je in ieder geval de kans dat je ontdekt dat het anders is dan dat je bij elkaar gefantaseerd had. Ja. Want van tevoren zo'n optreden was dat erger dan op het moment dat ik daar stond. Ja, precies. Dus dan heb je al een overwinning op jezelf en ook een ervaring van, hey, dit is niet zo erg als ik zelf en heb verteld. Dus de volgende keer heb je zoiets van, ja, oké, ik voel me gespannen. Maar ik weet dat op het moment dat ik begin te zingen en die band die speelt de juiste akkoorden op het juiste moment, dan is het gewoon hartstikke leuk. Weet je wel? En ja, in mijn geval, ja, na een paar keer, niet dat ik het niet meer een beetje spannend vond, maar het tof vinden ervan overheerste. Ja, en vooral precies. Als we weer iets nieuws gemaakt hadden, want ik had wel zoiets na, om nou net als Joe Cocker 40 jaar lang with a little help from my friends te moeten zingen, dat lijkt me echt vreselijk. En niet omdat het een slecht liedje is, maar fucking hell, je bent toch geen jukebox? Nee, precies. Maar ik krijg ook het idee dat ik ben, sinds onze laatste sessie ben ik er veel mee aan het zitten, gewoon dat wat ongemakkelijk is. En ik merk dat die relatie met dat wat ongemakkelijk is, dat is zo'n eigenlijk ongezonde relatie van ik wil weg, het moet weg, alles oplossen, maar niet er gewoon mee zijn van je mag hier zijn. Is dat dan aangeleerd door opvoeding, maatschappij, conditionering? Ja. En dus die basisconditionering, de vrees om overweldigd te worden door emoties. Ja. En die hebben we opgebouwd toen we heel klein waren, dus die heeft vrij weinig met taal te maken of met denken. Dat is gewoon een emotionele overtuiging. Als ik dit allemaal ga voelen, dan word ik gek of dan ga ik eraan. Ja. Dus die is heel sterk. Maar jij noemt het een emotionele overtuiging, maar dat is een overtuiging zonder zinnetje, woord. Ja, nee, die kan dan later bijkomen. Dus je kunt hem vertalen. Maar een kind wat ergens van schrikt, denkt niet, oh, ik ben hiervan geschrokken, dit wil ik niet meer. Er is gewoon boem, een energetische reactie. Die leidt tot of een hele hoop gekruis or to shut down. Maar gaat het kind dat niet interpreteren? Ja, later. Ja, precies. En dat wordt de overtuiging, toch? Nee, die is er al. Die is er al. De basis ervan is emotioneel. Dus een conditionering is een emotionele overtuiging, niet een mentale. Nee, oké. Maar jij hebt het ook in je boek over mentale onderzoeken. Dus hoe ja, staan die dan? Dat heeft meer met die overtuiging. En die komen meestal later. Heel veel van de dingen waar wij op reageren, die zijn pre-verbaal. Dus in de eerste 2 jaar. Ja, precies. Dus het is eigenlijk... Dat had nog helemaal geen taal. Die kon helemaal niet denken. Het is net als een hond, weet je wel. Die gebruikt ook geen taal. Maar je kunt hem wel conditioneren tot een vechthond of tot een lief beest. Dus 2 sporen. Mentaal onderzoeken. En vooral ook in dat lichaam zijn. En daar de emotionele overtuigingen aan het licht brengen, doorvoelen, niet van wegrennen. Dus ieder verschijnsel zou je kunnen zeggen bestaat basically uit een emotionele lading en een verhaaltje. Mm-hmm. En dat verhaaltje dat hoeft dus niet erbij te hebben gezeten op het moment dat het ontstond, maar je kunt hem wel zien. Dus bijvoorbeeld dingen echt voelen is gevaarlijk. Daar heeft het kind nooit gedacht. Nee. Maar dat is wel wat die emotie eigenlijk zegt. Maar bij kinderen komt die emotie toch juist uit, zodat het gelijk
helemaal geuit kan worden en dat, dan is het weer klaar, zeg maar. Dan, net ja, met dieren. Dat is de ene kant ervan. De andere kant is dus de shutting down. Dus het blokkeren als het ware van dingen. Dat doen ze ook, ze bevriezen. Dus of they act it out, or they freeze. En dan slaat het in het lichaam. En daar heb je tot op de dag van vandaag dan last van als je daar niks mee hebt gedaan. Als je daar niks mee doet je hele leven. En je hebt het soms niet eens door, omdat je het zo vaak herhaald hebt. Het blokken van dingen, of het weglopen voor dingen, of het niet aankijken van dingen, wat het gevolg daarvan is. Dat heel normaal voelt voor je. Ja. Net als mensen een spierspanning kunnen hebben in hun lijf. En dat merken ze niet eens op totdat je ze beetpakt. Ja, ja. En daar komen ook fysieke kwalen uit en ziektes. Dat zou kunnen, dat kan. Gezond is dat niet in ieder geval. Nee. Dus ik zal niet zeggen van, dat er van die een op een, van die verhaaltjes van nou, dit en dan gebeurt er dat. Zo, weet je wel. Dat is maar allemaal wat te kort door de bocht, maar er zijn wel correlaties. Ja. Dus dingen van dat soort dingen, traumatische dingen of onverwerkte dingen, die kunnen zeker een impact hebben op het functioneren van het hele systeem. Met als gevolg uiteindelijk, gecombineerd met andere zaken, een ziekte of whatever. Maar het is niet zo dat alle ziektes komen door onverwerkte dingen. Maar er zal wel een grote correlatie zijn. Dat kan. Ja. Niet met alles. Nee. Ben jij veel ziek geweest in die periode? Nee. Sterker nog eigenlijk, toen dat proces aan de gang ging, en zeker toen ik met wat energiewerk een aantal jaren later aan de gang ging, begonnen juist allerlei dingen op te lossen. Dus op het geestelijk, emotionele niveau, die depressie die begon te verdwijnen. Angsten namen af. Allerlei allergieën waar ik last van had, die verdwijnen. Geheugenproblemen verdwijnen. Ja. Dat klinkt wel bijna als een goed marketingverhaaltje om gewoon wel naar binnen te kijken. Ja, maar goed, dat soort dingen gelden niet voor iedereen. Nee. Weet je wel, dus het omgekeerde komt ook vaak voor, dat als mensen naar binnen gaan kijken, en daar doelde je al een beetje op, van dat er oude verschijnselen juist sterker de kop op kunnen steken. Dus iemand, ik zeg wel eens van, je haalt de deksel van de beerput, ja, dan komt er troep uit. Dus dan kan een residu van depressiviteit of angst of teleurstelling of whatever, kan ook naar boven komen. Leuke dingen trouwens ook, want die onderdrukken we ook. Ja, die gaan samen natuurlijk. Yes, want meestal zo'n conditionering, en ik denk dat ik dat ook toen tegen jou zei, van die gaat aan op intensiteit. Ja. Dus een hele intense golf van liefde geeft net zo'n weerstandsreactie als een intense golf van verdriet. Maar dat is toch raar eigenlijk? Want liefde zou je toch denken, kom maar door. Maar nee, want iemand heel dicht in de buurt laten komen is heel eng. Ja, dat weet ik. Dus aan de ene kant willen we heel graag gezien worden, aan de andere kant zijn we doodsbang om gezien te worden. Weer vanwege die conditionering van, als iemand mij echt ziet, dan moet hij me niet. Maar waar komt die dan weer vandaan? Als iemand mij echt ziet, dan... Ja, de vrees voor afwijzing. Ja. Dat de ander ziet dat ik niet totaal klop of waarachtig ben. Of oprecht ben. Of dat ik dingen weghoud. Of... We zijn bang om betrapt te worden. Ja, want eigenlijk... ik denk dat misschien is het een aanname, lopen we allemaal rond met ook gewoon duistere, donkere stukken in onszelf. We zijn manipulatief. En eigenlijk doet iedereen alsof we allemaal met een gezicht van onschuld op deze aarde rondlopen. En de anderen, die zijn wel allemaal corrupt en dat, maar bij mij is het helemaal zuiver. Ja, we hebben graag een positief zelfbeeld. En tegelijkertijd heeft bijna iedereen die denkt dat hij een afgezonderd wezen is, ergens het gevoel dat hij niet goed genoeg is. En iedereen die heeft stukken eigenheid gedurende zijn leventje opgeofferd om erbij te horen. Ja. Dus iedereen die wordt eigenlijk in een maatschappij gedwongen compromissen te sluiten. En die gaan... Soms te veel ten koste van die eigenheid en dan krijg je problemen. Als het goed in balans is, dan maakt het niet uit. Maar bij de meeste mensen is dat niet zo goed in balans als ze zelf graag denken. Ja, ik moet zeggen, ik vond het zo'n verademing voor mezelf om gewoon te zeggen, ik heb echt heel veel dingen die corrupt zijn of die dingen die niet kloppen. Om dat tegen jezelf te kunnen zeggen en niet meer dat positieve. Het is gewoon een verschrikkelijk
goor masker eigenlijk, die gewoon stoffig is en waar je allergisch van wordt en wat je tegen gaat jeukt aan alle kanten. Ja, ja, good for you. Ja. Dus nou we moeten ergens last van beginnen te krijgen ook, voordat we een motivatie kunnen vinden om daar eens iets aan te doen. Weet je wel? En de kosten zijn heel hoog van onoprecht of onwaarachtig zijn. En als we die goed in beeld hebben, krijgen we echt wel zin om daar iets aan te doen. In feite, als we het een beetje scherp stellen, iemand die inauthentiek is of onoprecht, die heeft allemaal valse relaties. Ja. Want hij is nooit open, eerlijk en zoals die is tegen de anderen. Hij wendt de hele tijd iets voor. Dus in feite belazert hij iedereen waarvan hij zegt te houden. Inclusief zichzelf. Ja, obviously. Ja. Maar ook naar die anderen toe, weet je wel. Dus ja, dat was ook een van de dingen die hier op een gegeven moment opkwam. Van wat voor verhoudingen met andere mensen wil ik nou eigenlijk? Liefst eerlijke en die kloppen. En dat is dan misschien niet altijd leuk, maar ja, als het niet klopt, is het ook niet leuk. Nee, ik voel ook zo, als je dat zegt, denk ik, oh, daar zit er ook zo'n verlangen bij mij. En dan is dat echt op een gegeven moment die doodsangst waard. Om... Yeah. Dat is een soort, ja, dat ga je dan afwegen, maar dan, ja, dan wil je gewoon dat authentiek. Dat voelt ook zoveel luchtiger en als je het er ook over hebt, ruimte. En krachtiger en opener en helderder. Iedere keer als wij iets doen wat werkelijk klopt, geeft dat een bekrachtigend gevoel van binnen. Iedere keer als we, laten we zeggen, zelfverraad plegen of onecht zijn, dan krijg je een energy drop. Het kost je energie en er zit een soort down element in. En het telt allemaal op in dat bakje van ik ben niet goed genoeg. Maar kun je dat dan verklaren? Want eigenlijk is dat heel fijn dat het op die manier werkt, want anders kon je je hele leven ermee doorgaan. Maar waarom werkt het op die manier? Daar weet ik te weinig van hoe de hersenen werken, maar ik heb het vermoeden van dat het met een beloningssysteem in de hersenen te maken heeft. Dus dat er andere stoffen aangemaakt worden op het moment dat ik oneerlijk ben dan wanneer ik eerlijk ben. Maar wie bepaalt eerlijk in dit? Nee, dat weet je toch. Je weet toch wanneer je liegt? Ja, maar dan kom je misschien op filosofisch, maar wat is waarheid dan in relatieve zin? Ja, maar dat is niet zo'n waarheid hoeven we niet per se als een enorme grote categorie te zien. Gewoon iemand vraagt je iets en je zegt nee terwijl het ja is. Ja, en daar komt intuïtie om de hoek. Heb je dit of dat gedaan? Nee, dat heb ik niet gedaan. Terwijl je het wel gedaan hebt. Ja, oké, maar er is ook intuïtie, toch? Sorry? Het is ook met intuïtie te maken. Wat? Nou ja, als bijvoorbeeld iemand vraagt van heb je ergens zin in, dan komt er ook vanuit intuïtie een ja of nee. Ja, natuurlijk, maar dat is net weer iets anders. Dus het is altijd handig om met hele duidelijke dingen te beginnen. Ja. Dus als we eerst eens beginnen te kijken en een simpel principe nemen van oké, lieg is niet. Van je hoeft niet altijd de waarheid te spreken, maar begin eens met niet te liegen. Ja. Dus heb jij dat koekje opgegeten? Ja, I did. Weet je wel, of heb je dit en dat gedaan wat je beloofd had te doen? No, I didn't. Of inderdaad, heb je zin om naar de verjaardag te komen? Nee, en dan niet een smoesje maken. Maar gewoon zeggen dat je geen zin hebt. Ja. Weet je wel, dan ga je merken dat voordat je zoiets zegt, als je er niet gewend bent, dat er wat spanning op zit. Maar daarna, als je het gewoon gezegd hebt hoe het is, geeft dat gewoon een gevoel van yes. Ja. En het is nog toffer, nogmaals, naar die ander. Dus als het over sociaal gaat ook, want ik heb die ander niet belazeld. Nee, je bent gewoon eerlijk geweest. En ik heb dat nu ook geoefend de laatste 2 weken. En dat voelt zo fijn om dan eerlijk te zijn en te zeggen, ik heb geen zin. Ja. En dan kunnen er reacties komen van, heeft dat met mij te maken of zo? En dan kan je ook zeggen, nee, dat heeft niet met jou te maken. Ik heb er gewoon geen zin in, niks tegen jou. Ja. Yes. En het mooie daarvan is, op de langere termijn krijg je op die manier met zo iemand dus een eerlijker verhouding. Ja. Die kan zich ook uitgenodigd voelen, gewoon to tell it to you straight. In plaats van de kool en de geit te sparen en halve waarheden te vertellen en smoesjes te maken. Is toch vreselijk. Zeker als het over vriendschappen of liefdesrelaties gaat. Maar als je iedereen zou vragen van wat voor vriend zou je willen en je zou dit zo schetsen, dan zou iedereen zeggen ja, dat wil ik. Maar dat is ook weer een leugen. Want anders, we kiezen daar toch niet voor. Het blijkt... Het tegendeel blijkt.
Dus het kan zijn dat in een bepaalde laag van ons we dat wel willen. Maar ja, een aantal andere lagen in ons die overheersen waarschijnlijk. En ja, die zijn op angst gestoeld. En dan zeg ik nogmaals, ze zijn gewoon bang voor het verkeerde. Ja. Bang voor die frictietjes. En er zijn sowieso wel frictietjes. Je zou bang moeten zijn voor jezelf te trainen iedere keer in een onwaarachtig mens te zijn. Daar zou je bang voor moeten zijn. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Want dat gaat overal inzitten. In je werk, in je verhoudingen, in je idee over jezelf of over het leven. Het gaat overal inzitten. It's like poison. En tegelijkertijd is het heel onschuldig als mensen, die zijn gewoon te bang. Dan kunnen ze ook niks aan doen. Nou, ik zeg het ook niet om ze af te zeiken. Nee, precies. Maar om te laten zien van wat het ze kost. En ik bedoel, kritiek hebben op iets is prima. Maar als je dan niet ook iets aanraakt van hoe het anders kan. Dus ik kritiseer graag dingen, ook in mijn boeken. Ja. Weet je wel. Maar ik raak ook aan van hoe het anders kan. Ja. En ik probeer ook te helpen. Anders zou het lullig zijn. Dan loop je alleen maar te zeggen, jij bent een eikel en jij kijkt niet en jij voelt niet, maar je geeft ze niks om er op een andere manier mee om te gaan. Dat zou gewoon heel lullig zijn. Ja, dat is liefdeloos. Ja, nogal. Dus ik ben juist fel om ze op te porren, to wake up en een paar stappen te zetten om in ieder geval volwassener te worden. Dat is voor iedereen beter en voor het geheel ook. Ja, want een maatschappij vol onoprechte mensen is slechter dan een maatschappij met oprechte mensen. Ja, maar het is nu meer onoprecht dan ooit volgens mij. Maar ik weet niet of jij dat ook ziet. Maar... Dat weet ik niet. Maar ja, er zijn een hoop dingen gaande waar ik niet zo blij mee ben. Ja. Wil je daar wat over zeggen of wil je? Nee, niet per se. Oké. Eerlijk van je. Fijn dat je eerlijk met me bent. Ja, en plus het staat in mijn laatste boeken, dus lees die maar. Ja, dat is goed. Tenslotte wil ik nog vragen van dit hele proces van oneerlijk zijn naar jezelf. Dat zet je hele systeem onder spanning. Maar jij bent creatieve man volgens mij. Hoe is jouw creativiteit in de tijd verschoven? Want ik denk dat je ook dan niet authentiek aan het creëren bent. Of niet eens kan creëren. Of dat creativiteit gewoon uit is. Als je zo uit verbinding met jezelf bent. Ik denk dat inderdaad doordat er creativiteit in dit systeem zat. Dat heel helpend was. Vandaar dat ik vaak ook zelfonderzoek vergelijk met creatieve processen. Weet je wel, je kunt proberen een song of een tekst te forceren en naar je hand te zetten of weet ik veel wat. Of je kunt het open en luisterend en onderzoekend benaderen en kijken waar het heen wil. Ja. Weet je wel, dus het zijn verschillende houdingen. En ik heb geluk gehad gewoon dat hier wat creativiteit in het systeem zat. En dat ik in halverwege mijn tienerjaren tegen een kunstenaar aanliep die mij mezelf liet zijn. En omdat hij heel veel disciplines kende, van muziek tot sculpturen, tot beeldhouwen, soort schilderachtige dingen. Dus heel veel technieken, hij liet me heel veel zien. Weet je wel, en betrok me daarbij. En dat heeft heel veel aangewakkerd. Dus... Die creativiteit is super belangrijk. En als wij heel erg vastzitten of onoprecht zijn, dan wordt creativiteit inderdaad ondermijnd. Ja. En creativiteit heeft te maken met een risico durven nemen en het niet te weten en te kijken wat er gebeuren wil. Kijken waar het toe leidt. Terwijl als je heel erg op angst draait, of te veel op angst draait, dan heb je die mogelijkheid om op een open manier met iets te spelen en te zien wat er gebeuren wil, die heb je gewoon niet. Dus ik benaderde het ook achteraf gezien als een creatief proces, vandaar dat ik constant dingen aan het schrijven was, aan het kijken en op een gegeven moment aan het lezen enzovoorts van oké, hoe kan ik dat voeding geven en van perspectief wisselen. Want ik kreeg wel door van dat een hele hoop van de ellende die ik ervaarde ook te maken had met dat ik verkeerde aannames had of verkeerd keek. Ja. En dat is nog even los allemaal van Advaita, want daar liep ik toen nog helemaal niet tegen aan. Dus het hele concept van niet een afgezonderd wezen te zijn was me helemaal vreemd. Weet je wel, dat ontstond gaandeweg doordat er wat ervaringen ontstonden. En ja, dat je op een gegeven moment van mensen andere boeken aangereikt krijgt.
Maar dat besef, dat zet denk ik creativiteit helemaal open. Want ik merk in mijn eigen leven, als ik met creativiteit bezig ben, nou, ik denk binnen een seconde zijn er 10 belangen bij. Oh, misschien kan ik er geld mee verdienen, of het is niet goed genoeg. Of, en dan gelijk toekomst denken, in plaats van gewoon in het moment lekker creëren. En al komt er niks uit, ook goed. Ja. Nou ja, kijk, in de aanvang van een creatief proces hoort er eigenlijk geen doel te zijn. Het is een speel- en verkenfase. En het doet er helemaal niet toe wat het oplevert. Het is een open experiment. En dat experiment aangegaan wordt, is al voldoende. En dan pas in een later stadium, als het zich begint te concretiseren tot iets, ga je kijken hoe je het zo goed mogelijk kan vormgeven of uitwerken. En pas daarna weer van hoe het eventueel ergens voor te gebruiken valt. Of, dus... Daar zit een aantal fasen in een creatief proces. Ja, als je die vierde fase naar de eerste haalt, dan wordt het Vergeet het maar. Ja. Dan kan het van alles worden, maar niet creatief. Nee. En heb je nog tips voor, wat ik vaak tegenkom is, nou, dan ben ik bezig en dan begint het een beetje te stromen en dan komt die kritiek komt van het is niet goed genoeg en dit en stop maar en anderen doen het beter. En wat kan je op zo'n moment doen om weer uit die creatieve kramp te komen? Nou, het beste is om dan even te stoppen en een beetje, als je dat al kunt, uit te zoomen. Mm-hmm. Of gewoon even iets anders gaan doen. Ja. Ja, dat, helaas heeft dat vaak tot gevolg dat ik dan niet meer begin. Maar ja, ik snap wat je bedoelt. Even lopen, even iets gaan doen, zodat het werkt. Ja. To clear your mind. Ja. Weet je wel? En ja, ik moet zeggen dat zeker toen ik weer voor de tweede keer muziek ging maken in pak en beet 2010, had ik daar allemaal geen last van. Ik vond het gewoon zo leuk om te kijken wat er mogelijk zou zijn. En wat er nu zou komen na 15 jaar niks doen. En dus ook, ja, dan moet je basically weer opnieuw leren spelen. En ik had helemaal niks meer, dus ik moest nieuwe apparatuur hebben, die moet je leren kennen. Dat vond ik allemaal zo geweldig. Weet je wel? En ja... Dat ging gewoon vanzelf en dan, ik heb ook als ik dingen schrijf, ik schrijf vooral dingen omdat ik het tof vind om te schrijven en ik schrijf dingen die ik zelf tof vind en pas in tweede instantie, ja, in de achterhoofd zit natuurlijk wel, oh leuk als iemand het zou lezen, maar en ik probeer het zo goed mogelijk te verwoorden, maar het begint met gewoon, ik vind het heel fijn, dus het begint met de vreugde van nadenken en lezen of van aftasten en iets in klank schilderen, weet je wel. En pas dan van, nou, het zou leuk zijn als een ander daar iets aan heeft of het mooi vindt of whatever. Maar ik zit het niet te maken om geapprecieerd te worden. Nee, als je al begint met belangen, dan ja. Dat lijkt mij een slechte zaak. Dan is de vreugde ook weg. Ja, en dan ga je jezelf te vroeg beperken. Ja. En tenslotte, vanuit dat bewustzijn, dan ben je toch eigenlijk gewoon aan het kijken wat er door jou heen... Yes. Dus vanuit die kant gezien. Dus tot nog toe hebben we gewoon gepraat vanuit een menselijk normaal perspectief, let's say. Feitelijk is het gewoon, en daar... Nee, anders. Ik begon met te zeggen, als de energie er niet is, ja, dan is er ook de noodzaak niet en dan gebeurt het niet. En dat heeft dus heel erg hiermee te maken. Er is hier veel meer een kijker wat er gebeuren wil. Ja. Dus dat wat ziet, heeft helemaal geen behoefte aan muziek of een boek of geen muziek of whatever. Maar als dat in dat organisme opwelt, prima. En als er energie genoeg in zit, dan leidt het tot een product. Als er geen energie genoeg in zit, dan leidt dat niet tot een product. Maar in geen van twee gevallen is er het gevoel dat er iets gewonnen of verloren is. Is geen remmer meer. Nee, en ook geen doel. Nee. En alles wat daar verder wel of niet uitkomt, is gewoon een soort bijzaak. Want het verandert niets aan die compleetheid die er al is. Dus ik word niet rijker op welk level dan ook, of er nu wel of niet een boek komt. Dat verandert niks aan het zijn zelf. Maar dit is een expressief aapje. En hij heeft altijd de neiging gehad om te delen. Dus het is geen wonder dat hij dingen uitdrukt. Weet je wel? Ja. Maar dat is gewoon omdat dat aapje zo is. Het is niet beter of slechter dan iets anders. En dat is niet ook een conditionering? Of is dat wel een conditionering? Ja, gewoon, nee, niet per se een conditionering. Want dat is niet aangeleerd. Het is gewoon een inherent iets. Ja. Sommigen zijn expressief en anderen minder. Sommige aapjes zijn druk en anderen kalmer. Dus
Je hebt los van conditioneringen die je zou kunnen zien als vervormingen, heeft ieder organisme wat ze in de psychologie noemen personality traits. Dus gewoon persoonlijkheidseigenschappen, like the big five, daar heb ik in aan de leiband even kort iets over gezegd. En die schuifjes, let's say, bijvoorbeeld tussen openheid en rigiditeit of expressief, of hoe noem je dat, extravert en introvert. Die schuifjes die staan in de basis gewoon op een bepaalde plek in een organisme. Nou, door de douche-ervaringen kunnen daar gunstige of ongunstige verschuivingen in plaatsvinden. Of kunnen ze te gefixeerd raken. Weet je wel? En dat heeft dus te maken met hoe wij opgevoed worden, wat we meemaken. Nou, allerlei, een hele myriade aan invloeden. Nou, daarmee kan zo'n organisme dus, laten we zeggen, ontstemd raken. Mm-hmm. Of juist verrijkt worden en beter gestemd raken. Ja, want ik moet dan altijd denken aan Nisaka Datta, die gewoon eigenlijk nog als een ketter zat te roken. En die ging gewoon door, geloof ik. Ja, groot gelijk. Ja, en dat, en ik dacht altijd, ja, als je in bewustzijn zit, nou dan ben je liefdevol naar jezelf. En dan stop je met ongezonde dingen die voor het organisme slecht zijn. Maar dat heeft er helemaal niks mee te maken. Nee, en dan als we dat al zouden denken van oké, wat is dan ongezond precies? Ja. Weet je wel, dat is heel lastig. En stel je iemand voor die geen enkel ongezond ding doet. Je hebt hele dikke kans dat het een uiterst saai type is. Ja. Die basically overal bang voor is. En die blijkbaar de ambitie heeft om als een gezond lijk te sterven. Ja, precies. Daar zit dan ook weer een ego-identificatie. Want het wordt nu ook heel erg gebracht van, ja, je moet heel gezond, vegan en nooit meer. Maar dat kan gebeuren in het proces dat je daarmee stopt. Ja, dus voor sommigen kan dat kloppen. Ja. Maar als we daar een bedacht doel van maken, dan klopt het meteen al niet meer. Nee, dan is het weer om je ikje te verheerlijken eigenlijk. Ja, dus voor mij gaat het erom van wakker zijn heeft niet te maken met heilig zijn of goed zijn of gezond zijn, maar met echt zijn. Ja. Dat de filters eraf zijn die de hele tijd in die zin met anderen bezig zijn. Met het wat ze van mij vinden. Ja. Ik weet niet wat ze van mij vinden. Het varieert nogal. Het kan me niet zo heel veel schelen eigenlijk. Drink jij nog? Ja, soms. Nou ja, maar heel anders dan vroeger. Er is weinig neiging meer om een klem te zuipen. Ja. Dus meestal zijn het 2,5 liters en dan is het wel weer goed. En merk je dan nog verschil in jouw bewustzijn op dat moment? Als die alcohol... Nee, bewustzijn verandert niet, maar de mind wel. Ja, precies. Daarom vind ik het dus minder prettig om meer dan 2,5 liters te drinken. Omdat dan het systeem meer geagiteerd raakt en er een helderheidsverlies optreedt. Ja, ja. En het wordt wat emotioneler. Dat kan ook leuk zijn. Het is niet per se een ramp. Maar als het veel meer wordt, dan gaat dat ding gewoon aan. En het wordt heel druk. En ik vind het gewoon niet zo prettig, behalve af en toe. Ja, dus dat is ook weer kijken, wat voor effect heeft het en wil ik dat dan nog? En dan zit daar ook geen geheim aan. En niet dus vanuit dat ik daar iets mee wilde of niet wilde. Maar dat ontwikkelt zich. Plus, ik begin tegen de 60 te lopen en je recupereert nu minder snel dan toen je 30 was. Ja. Weet je wel, dat zijn ook gewoon van die dingetjes. En ja. Ja, tenslotte, want daarna gaan we afronden. Maar verslavingen, want daar hebben we nu over alcohol. En ik zie veel verslavingen om me heen. Allemaal weggegaan van gevoelens natuurlijk. Maar als die verslaving zo overheersend is, als het zo verslavend is, moet je dat dan uitzitten? Of wat kun je doen? Het ligt eraan wat iemand wil doen. Ja. Dus het begint altijd bij het individu zelf. Van, heeft hij er last van? Is hij daar bewust genoeg van? Is er een bereidheid om er naar te kijken? En wat ik over het algemeen, als ik mensen tegenkom die iets hebben met een substantie waar ze anders mee willen leven, let's say, is te zeggen van nou, ga niet zeggen dat het niet goed is of wel goed is. Ja. Maar als de puls opkomt om naar iets te grijpen, stel het is een half uurtje uit en ga gewoon voelen en kijken en luisteren, zoals beschreven in de EHBO, van wat er nu eigenlijk aan de hand is. En dan kun je het daarna altijd nog gebruiken.
Dan creëer je een onderzoeksruimte om eens te kijken van, gewoon in alle eerlijkheid, als je dat wil, van wat probeer ik op te vullen, waar loop ik voor weg? Of is het misschien, dit moment klopt het gewoon om, noem eens wat, een joint op te steken. Ja. Want dat kan heel goed. Ik heb op moreel level of zo helemaal niets tegen welk middel dan ook. Weet je wel, ik vind het allemaal prima. Alleen, als je dingen wil onderzoeken, oké, fine. Ik heb gemerkt dat tijdens mijn proces, dus dat de hoeveelheid van drinken afnam, het blowen wat ik vroeger deed, gewoon compleet verdween. Er is gewoon geen enkele interesse in, weet je wel. En ja, bijvoorbeeld het roken bleef. Ja. Ja, ik vind het allemaal best. En ik heb echt geen probleem om dingen aan te kijken of te voelen. Nee. Weet je wel, dus daar is het niet. Ik werkte jaren geleden met iemand die ook met energiewerk bezig was. En die vond het dus heel raar dat ik überhaupt nog wel eens een biertje dronk en dat ik rookte. Want hij ging die in mijn systeem zitten, rondkijken zeg maar. En die had zoiets van, het is gewoon clear energy, het is open. Ik zie geen enkele verslavingsneiging. Ik zeg van nou, maar die zit er toch. Weet je wel, dus daar had mijn vroegere energieleraar ook al zijn verbazing over uitgesproken. Met mijn invoelingsvermogen en hoe goed ik kon afstemmen en weet ik wat ik allemaal dan zo goed zou kunnen. Van ja, dat kan helemaal niet dat jij wil drinken en roken. Ik zeg van nou, kan je verzekeren. Gebeurt. Daar heb ik echt zin in. Maar niet meer zoals vroeger, dus daar zijn ook dingen die in draaien. Ik kon vroeger echt merken dat ik dingen aan het wegdrinken en blowen enzovoorts was. Ja, die ervaring heb ik nu niet. Er is ook geen depressiviteit of angst of weet ik veel. Weet je wel, dus inderdaad, zo bezien, it doesn't make sense. Ja, andere mensen houden van taart eten, ik niet. Ja, precies. Maar kan je stellen, dat zie ik bij mezelf, bij dingen die verslavingsgevoelig zijn, dat we eigenlijk niet verslaafd zijn aan substanties, maar veel meer aan, dan hebben we het gedaan en dan een soort van de zelfkastij en de zelfbestraffing van, oh, je hebt het weer gedaan. En dan eigenlijk verslaafd zijn aan dat niet goed genoeg, het schuldverhaal. Ja, dat kan een component zijn, maar daar heb je het dus inderdaad van, we zetten het in zo'n polariteit, zo'n moraliteit van goed, niet goed. Ik geloof daar niet in. Nee. Het gaat ook om intentie, toch? Ja, kijk, een deel is het ook. Net als. We hebben heel veel mensen nu die. Enorm overgewicht hebben. Weet je wel, nou, er zijn nu meer mensen met overgewicht dan mensen die honger hebben. Dat is amazing. Nou, een deel daarvan is gewoon biologie. We hebben honderdduizenden jaren over die savanne lopen wandelen. En er was geen koelkast. Dus als je iets tegenkwam wat je kon eten, dan vrat je het meteen op. Want je weet niet of je morgen iets hebt. Ja. Weet je wel, en zeker als het een beetje vette, zoete dingen zijn, want die zijn moeilijk te vinden in the wild. Als je die tegenkomt, you stuff your face full. Ja, nu is eten gewoon permanent beschikbaar. En natuurlijk, er is heel veel onbewustheid. Dus ja, veel mensen hebben de neiging, want dat geeft een instant gratification aan het systeem. Van, oh, lekker, vette en zoetigheid. Weet je wel, dat genereert ook beloningssysteem. Ja. Ja, met als gevolg van gecombineerd met die onbewustheid, dat dus die biologie en de totale beschikbaarheid constant van alles en nog wat, en het kost bijna niks, weet je wel, dan kan het ontsporen. Meestal zitten daar ook nog wat onverwerkte dingetjes die daarmee te maken hebben. Iets eten geeft een sterk gevoel van veiligheid, dat het in orde is. Ja. Nou, als we geen zin hebben om dingen aan te kijken, ja, dan loop je het risico dat je in dat geval op een gegeven moment 300 kilo bent. Ja, dat is misschien niet zo gezond. Maar eens een keertje je te buiten gaan aan dit of dat, alle dieren doen dat. En wij zijn dieren. Ja, en dat vergeten we graag. We denken dat we iets anders zijn of dat we beter zijn. Maar we zijn gewoon, zoals ik dan graag zeg, aangeklede apen. En die ook nog kunnen praten. Dat is op zich bijzonder, maar it's biology, dude, voor een heel groot deel. Oké, dus concluderend kunnen we zeggen dat wij geklede apen zijn die er maar het beste van maken.
Ja, zeker. En er zijn sommige dingen die handiger zijn in de sfeer van bewustwording dan andere dingen. Er Ja. zijn menselijke mogelijkheden. En ja, het is soms jammer en pijnlijk om te zien dat mensen daar weinig van weten of ja, eigenlijk onnodig lijden. Ja. That's sad. Maar het is eigenlijk nodig. Het is niet nodig, maar het is logisch. Ja, maar het is ook nodig om die omwenteling te krijgen, toch? Nee, niet per se. Je probeert er weer een bedoeling in te smokkelen. Precies, ja, omdat bij jou denk ik ook van ja, je hebt dat lijden, dat is je zo in je face gegooid. Je moest Ja, maar wel. goed, het had toch ook een andere afslag kunnen nemen. Ik ken zo langzamerhand een heel elftal van mensen die ook aan het lijden waren en they killed themselves. Ja. Dus het Ja. verhaal gaat niet op van er zijn menselijke mogelijkheden. Nou, de ene is in staat, door whatever reason, om de mogelijkheid op te pakken en daar creatief mee om te gaan en te vorderen. De ander die gaat naar de kloten. Ja, dus jij gelooft niet in bedoeling. Nee, natuurlijk niet. Er zijn geen bedoelingen, er zijn mogelijkheden. Ja. Dus een ego kan wel een bedoeling hebben, maar het bestaan of whatever heeft geen bedoeling. Dat is allemaal magisch denken, dat slaat nergens op. Daar ben jij geen fan van. Nee, omdat het onzin is. En er veel simpelere manieren van kijken zijn dan er een bovenwereld bij slepen. Ja, maar het Het kan troost geven. verklaart. Ja, precies. Daar Maar zit nou net het troost probleem, is. zeker. Ja, precies, dat is part of the problem. Troost is voor slaapkopjes. Ja. Of voor kinderen. En ik bedoel, dat is prima. Dus als je 6 bent, sprookjes. Of 8. Maar je bent geen 8 meer. En ik hoop ook niet dat je dat wil blijven. Nee, nou ja, iedereen blijft het tot natuurlijk dat deel weer aankijken. Anders, eigenlijk lopen we allemaal als kleine kinderen rond hier op de planeet. Ja, Als je niet er iets mee allemaal, gaat maar een doen, hoop nou wel, ja, een groot ja. deel, ja. Ja, zeker. En dat is een beetje jammer. En het is niet om aan te zien eigenlijk. Nee. Vooral als je weet wat erop zit. En Ja. natuurlijk niet bij iedereen, maar iedereen kan in ieder geval een paar stapjes maken. In ieder geval in de sfeer van volwassenwording. Weet je wel, ja, ik had heel sterk het gevoel van als ik niks doe, niks aankijk, niks leer, dan ben ik morgen nog even dom als gisteren. Ja. En why would I? Ja, Maar zie je dat ook bij anderen dan, die potentie? natuurlijk. Ja. Frustrerend lijkt me dat soms. Nope. Nee, ik denk Dat is niet van frustrerend voor die schoppen. ander. Nee, dat Ja. is frustrerend voor die ander. Ja. Weet je wel, ik probeer gewoon zo helder en goed mogelijk uiteen te zetten in talks of in wat ik schrijf, hoe dingen werken en hoe iemand ergens iets mee kan. Maar het is aan de ander. Dus ik kan Ja. dat jammer vinden, of pijnlijk misschien, maar frustrerend. Nee, want ik heb mijn liedje gezongen zo goed als ik kan. Weet je wel, de rest is in dit geval aan jou. Ja. And I Ja. wish you all the best. Dus er zit een sterke welwillendheid, maar geen frustratie en ook geen eis of vinden dat het moet of iets dergelijks. Dat is niet aan mij, dat is aan de ander. Ja. Dat is ook wel weer fijn aan de vrije wil. Maar daar moeten we maar niet over beginnen, want die bestaat volgens mij ook niet. Maar daar kunnen we best over beginnen, want het slaat nergens op. Nee. Nou, als het nergens op slaat, dan hoeven we er ook niet over te beginnen. Nee, of we doen het een andere keer. Ja. Of lees mijn boeken, dan leg ik het Ja, allemaal uit. nou, ik ben bezig. Ik ben bezig, want ik Heel wilde goed. ook eindigen met een quote van je. Oké. De grote omwenteling zet zich in wanneer je niets meer veranderen of verbeteren wil, maar interesse hebt voor wat zich nu aandient. Nice. Dus laten we dat maar weer gaan doen. All right. Dankjewel en Ja, jij wie weet ook. tot de volgende keer, dan gaan we het over de vrije wil hebben. Dat is goed. Oké, Oké, Chris, fijne hoi. dag. Hoi. Doei, jongen.